Ik wil heel hartelijk welkom heten ook aan de ministers Kramer en minister Vogelaar. Fijn dat u hier bent. Het is echt heel bijzonder dat we hier de campagne voor het Nationale Klimaatstraatfeest kunnen beginnen met zoveel mensen. We staan hier op de hoek van de Van Merlestraat. En die straat is het eigenlijk? Het is deze straat. Oh, sorry, het is die straat. We gaan zo meteen met de bewoner praten. Die kan het ons precies uitleggen. We staan hier in de Van Merlestraat. En de Van Merlestraat is de eerste officiële klimaatstraat van Nederland. De campagne gaat vandaag pas van start, maar we hebben nu al 350 straten die zich hebben aangemeld. Dus ik denk dat het een heel groot succes is. En iedere nieuwe deelnemer die zich wil aanmelden kan naar www.klimaatstraatfeest.nl. Waarom vindt u dit zo'n belangrijk initiatief? Nou, wat ik heel charmant vind aan het initiatief is de gedachte een beter klimaat begint bij jezelf. En dat je een voorbeeld kunt nemen aan je buren, want die doen andere dingen heel goed. En jij doet weer andere dingen heel goed. Noemt u eens wat kleine voorbeelden? Nou, de verwarming goed programmeren, zodat die niet aanstaat als je er niet bent. Niet verwarmen in ruimtes waar je niet bent. Lichten uit, een aantal spaarlampen. Alle apparatuur van de aanmerken. Niet strijken, dat is ook heel goed voor mijn tijd. Zo simpel is het, hè? Energie besparen, niet strijken. Hoe denkt u uw buren hier in mee te krijgen? Nou, heel veel van de buren zijn al betrokken, daarom staan we denk ik ook zo hoog in de top 20. We staan op 5 nu. En ik zou het gewoon echt heel erg leuk vinden als we als oudbouwstraat, alle huizen hier zijn van 1890 tot 1900. Als we als oudbouwstraat ook een soort van teststraat zouden kunnen zijn voor nieuwe apparatuur. Bijvoorbeeld slimme energiemeters, micro-WKK's, zonnepanelen. Dat lijkt me heel erg leuk. En het belangrijkste is volgens mij waarom we dit idee zijn gekomen, is omdat dit is cruciaal, dat mensen zelf iets gaan doen. Wij kunnen als overheid wetten maken, normen verzinnen, belastingmaatregelen invoeren tot we een ons wegen. Maar als mensen dan zelf niet iets gaan doen om milieu te besparen en daarbij ook nog eens hun eigen portemonnee, die handige kleine tips en dingen, ja, die moeten zich verspreiden. Ten eerste via die 350 straten en straks via 350.000 straten als het aan mij ligt. En dan kan iedereen echt gaan meedoen. En nu die ene simpele tip. Ik ben hier op de fiets gekomen. Helpt dat? Dat helpt zeker. Dus we kunnen mensen laten zien wat hun eigen bijdrage kan zijn. Je kan er een beetje competitie bij maken. En als het dan ook nog eens een keer aan het eind van de maand betekent dat je energierekening een beetje lager is. Of dat je geld overhoudt in je portemonnee. Wat wil je daar nog meer? Dat is toch prachtig? En hoe krijgt u uw buren mee op een leuke manier? Door ze te vertellen dat die televisie echt niet op die stand-by stand hoeft te blijven staan. Of dat die computer echt ook niet op die stand-by stand hoeft te blijven staan. Door de kinderen met z'n allen, toevallig hebben we kinderen in dezelfde leeftijd, op de fiets naar de hockey of naar school toe te brengen en niet met de auto. Hele kleine simpele dingen die nog goed voor je zijn ook. Doet u mee met uw straat? Nou, ik ben al begonnen met de wijk Sint Maarten in Arnhem. Waar ik 3 weken geleden heb gezegd. In 1 jaar 500 huizen isoleren en energiezuiniger maken, 2 labels omhoog. En daar hebben we een weddenschap over afgesproken met de wethouder ter plekke. En als de weddenschap gewonnen wordt, dan schijnt hij een leuk cadeautje ook te hebben voor de buurt. En wat zijn voor u nou de belangrijkste redenen om mee te doen aan energiebesparing? Ja, klimaatverandering is een van de grootste problemen waar we mee kampen in de wereld. We moeten er echt met z'n allen wat aan doen. En wat Diederik Samson zei, kijk, vanuit Den Haag kunnen we wel wat, maar samen met alle burgers en met alle bedrijven kunnen we echt de grote sprong voorwaarts maken richting duurzaamheid. En bent u niet bang dat op dit moment, hè, dat iedereen toch een beetje huiverig is voor de economische ontwikkelingen en de recessie die er wellicht aan zit te komen, dat iedereen de hand op de knip houdt? Nee, absoluut niet. Dit is juist een kans om de duurzaamheid voorop te stellen. En als je kijkt wat je ermee verdient. Je verdient echt aan al die maatregelen, die kleine maatregelen. Verdien je zo heel veel terug in je portemonnee. Het is gewoon kassa. Dank u wel.
Mevrouw Vogelaar, u bent minister van Wonen, Wijk en Integratie. Wat heeft dat met energiebesparing te maken? Nou ja, in die wijken, in die straten moet het dus gebeuren voor een deel. Dus wat dat betreft een hele directe link. Het is ook heel leuk om te zien dat in die 40 wijken waar we extra aandacht aan doen, zijn er behoorlijk wat wijken waar ook energiebesparing als punt op de agenda staat. Dus wat dat betreft, en ja, ik heb ook wonen nog in mijn portefeuille, dus ik ben ook nog verantwoordelijk voor al die afspraken die we hebben gemaakt met de bebouwde omgevingen, dus de bestaande huizen, de nieuw te bouwen huizen, dat die ook energiezuinig moeten worden. We willen juist ook dat bewoners zelf initiatieven nemen, ook in die wijkaanpak. Aanstaande zaterdag dan hebben we een groot congres, dat wordt georganiseerd door alle bewoners uit al die 40 wijken. En ik zal ze in ieder geval even vertellen over dat dit een gouden kans is voor hun om bij aan te haken. Heel graag, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou is een van de energiebesparende maatregelen is ook het isoleren van huizen. Wat betekent dat voor de huren en uiteindelijk voor de portemonnee van de bewoners van de Vogelaarwijken? Nou ja, kijk, de meeste mensen die in die wijken wonen, die huren bij de corporatie. Dat betekent dus dat de corporaties, nou hebben we met de Woonbond, die hier ook is, afspraken gemaakt nu. Dat de corporaties dus echt heel stevig aan de slag gaan om te zorgen dat hun bezit energiezuinig wordt gemaakt. Een aantal corporaties zijn daar ook echt al heel erg mee bezig. Hoor. Het is echt fantastisch om te zien. Maar het gaat er natuurlijk ook om, en daar kan die wijkaanpak dan ook weer een bijdrage aan leveren, is het gedrag van de bewoners. Want kijk, je kan van allerlei maatregelen nemen dat die huizen goed geïsoleerd zijn. Maar als die mensen dan voortdurend toch de ramen openzetten of de verwarming nog eens lekker opstoken, ja, dan helpt dat ook niet genoeg. Dus je moet die twee dingen voortdurend met elkaar verbinden. Dank u wel. De eerste officiële klimaatstaat Maar hier zijn dus 10 huizen tussen. Ik heb die dus ook. Maar dan komen ze aanbellen, want dan zoeken ze een mens. En daarom staat hier nu dit bordje. Het staat daar vast. Dit het Koningsplein is. Oh, ja. Als komen ze gewoon bij je aanbellen, meneer, ik moet op zoveel zijn. Ik zeg, ja hallo, u bent er zoveel.